Nou is er in 1 januari 2015 een hele grote verandering opgetreden in het sociaal domein met betrekking tot de regelgeving en de financiering van al dat soort zaken. Hoe is dat nou gelopen en hoe loopt dat bij Veenendaal? Ja, we hebben vanaf 1 januari 2015 een deel van het sociaal domein van het Rijk naar de gemeente gekregen. Dus van AWBZ naar WMO, Participatiewet en de jeugdzorg. We hebben zo goed als we kunnen binnen alle onzekerheden binnen financiën en binnen regelgeving, geprobeerd dat in te richten, zodat we op 1 januari startklaar stonden. Dat is nu allemaal in uitvoering. En ja, 2015 is wat dat betreft ook wel een spannend jaar, waarin we moeten zien hoe goed het gaat, waar we nog zaken kunnen verbeteren. Dus het is een spannend jaar. Wat ik net ook al zei, we hebben grote onzekerheden wat betreft de regelgeving, hoe het precies gaat geregeld moet worden, hoe het financieel allemaal geregeld gaat worden. Maar we hebben onszelf wel de opdracht gegeven als gemeente Veenendaal, zo goed als we kunnen bereiden we het voor en zo goed als we kunnen richten we het sociaal domein in. Want het gaat uiteindelijk, daar moeten we steeds voor ogen houden, het gaat uiteindelijk om de kwetsbare medemens. Ja. De medemens die op de een of andere manier hulp, ondersteuning nodig heeft. Maar die kwetsbare medemens, die kunnen we ook alleen maar goed helpen als we het ook organisatorisch en financieel goed in de hand houden. Ja. Dat hebben we in Veenendaal zo goed als we kunnen geprobeerd te doen. En wat nu voor ons belangrijk is, is dat we heel goed daar bovenop blijven zitten. Dus op de uitvoering, maar ook op de financiën en ook op de organisatie. Dat hebben we in Veenendaal ook gewoon ingericht, zodat als het onverhoopt anders gaat dan we denken, of als de zaken verkeerd gaan, dat we daar strak bovenop zitten en kunnen ingrijpen als dat nodig is. Heb je dan ook zoiets als een klachtenproces, procedure en een klanttevredenheidsonderzoek? Ja, we zullen wel ook in de loop van de tijd goed bijhouden wat uiteindelijk de mensen die zorg ontvangen of hulp ontvangen daarvan vinden, hoe ze dat ervaren. En we hebben ook de mogelijkheden gegeven om, als daar signalen zijn, mensen ontevreden of niet goed geholpen, dat ze bij ons kunnen aankloppen. We hebben daar ook met elkaar afgesproken hoe we dat gaan doen als mensen bij de verkeerde persoon aankloppen. Hè? Want Ja, dat is ook dat iets, kan ook. dat Ja. kan ook. Ja. Maar wat we dan heel belangrijk vinden, dat iemand dan zo snel mogelijk wel bij de juiste persoon terechtkomt, Tuurlijk. zodat hij zijn verhaal kwijt kan. Hmm. Dus wat ik net zei, we hebben geprobeerd dat zo goed mogelijk in te richten en we gaan dat nu zo goed mogelijk volgen, zodat de mens die zorg nodig heeft, die krijgt. Fantastisch. Hier komt Mozart met Eine kleine Nachtmusik.